Quick Boys begon het jaar 2015 vorige week goed met die 2-0 overwinning tegen Noordwijk. Vandaag zwalen we Vlaardingen op bezoek en gelijk een goede aanval ook van Quick Boys. Met het schot van aanvoerder Woudenberg. Ontbreekt wat aan de richting. Maar Quick Boys wil natuurlijk proberen goed mee te blijven doen in die tweede periode. Nu weer een aanval van Quick Boys. Den Hartog met de knappe actie in het 16 meter gebied nu. Goeie actie hoor van Philip Den Hartog. De vingertoppen van de doelman van Zwaluwe Vlaardingen voorkomen daar een doelpunt. Dan is het Woudenberg die daar een bijzonder rare overtreding tegen zich krijgt. Is het Ako Hen van Zwaluwe Vlaardingen die zich moet melden bij scheidsrechter Schaper. En daar ook de gele kaart voor krijgt. Goeie bal van Selen. Oh, is het daar de doelman die dan twijfelt? Het is de Zwart die zijn doel uitkomt. En Oranje die een grotere kans bleek te hebben dan die vooraf had gedacht. En de Zwart komt daar dan met de schrik vrij. En dus blijft het 0-0. Oh, slechte trap daar van de keeper van Zwaluwe Vlaardingen. Is het Den Hartog die je dan vandoor kan? Met de voorzet misschien kan gevaarlijk worden. Dan aan de andere kant Zwaluwe Vlaardingen nu gevaarlijk met Vega Lopez in het 16 meter gebied. En daar de redding van de Zwart. En er blijft de bal hangen, is het Oranje die toch een hele grote kans daar om zeep helpt. In het 16 meter gebied had hij alle ruimte en vrijheid om nog wat gevaarlijks te forceren. Maar dat doet hij dan gelukkig niet voor Quick Boys. Gomez Almeida dan met het schot en de redding van de Zwart. Zwaluwe dat dan toch wat meer gaat forceren in het, tegen het einde van deze eerste helft. Of kan Quick Boys nog wat gaan doen? Misschien nu gevaarlijk rond het 16 meter gebied. Maar de bal is dan net te scherp. De bal richting Zwarthoed kan onderschept worden door Nick Sanders. Dan Quick Boys aan de rechterkant. Dan de voorzet kan dan ingekopt gaan worden. Oh, wat een kans zeg! De bal van Zwarthoed bij de tweede paal wordt dan net naast gekopt. Besef nu pas hoe groot die kans eigenlijk was. Oeh, slordig balverlies daar op de eigen helft. Is het Vega Lopez, die gevaarlijke spits van Zwaluwe Vlaardingen, die daar kan onderscheppen. Dit ziet er dreigend uit met de bal bij Selen nu aan de zijkant van het 16 meter gebied. En is de bal voor... Oh, en daar de vingertoppen nog van de Zwart. Die er nog net bij kon. Een zwabbebal dan. Bal van Duin. Goeie redding van Nick Sanders. En Quick Boys wordt dan sterker in deze tweede helft. Dit ziet er gevaarlijk uit. Nu dan de voorzet. Is het Ketting daar met de omhaal? Wat een wereldgoal. Wat een geweldige goal van Jeroen Ketting. Die daar helemaal vrij staat in het 16 meter gebied. Ja, en zo'n doelpunt zie je dan niet vaak. En in het weekend dat Quick Boys 95 jaar bestaat, geeft hij de club wel een heel mooi cadeau. En misschien dat Quick Boys nu de wedstrijd in het slot kan gaan gooien. Willen ze natuurlijk snel doen. En daar de kat. Oh, Van Duin op de doellijn. Vergeet hij dan de bal binnen te tikken. Gigantische kans daar. Dus blijft Zwaluwe Vlaardingen in de wedstrijd met nu Vega Lopez in het 16 meter gebied. Wordt de bal daar dan weggekopt. Maar wat een kans voor Van Duin was dat. Slotfase van de wedstrijd nu. Je merkt dat het wat onvriendelijker ook begint te worden. De belangen zijn natuurlijk groot, hè, in deze tweede periode. Allebei de ploegen doen daar nog goed in mee. En het is hier Verplanken die de gele kaart voorgeschoteld krijgt. Hij is net in het veld. En Zwaluwe gaat dan alles op alles zetten nu met Vega Lopez in het 16 meter gebied. Is het Reuring daar? Oh, en de Zwart houdt zijn ploeg op de been in de slotfase, zeg. Goeie redding hoor van die doelman. En houdt zijn ploeg daar op de been. Goeie bal nu vooruit, is het Van de Plas. Die daar dan de actie gaat maken aan de zijkant. Twee spelers tegenover zich.
En die zijn hem dan kwijt. Van der Plas kan hem dan voorgeven. Oh, de bal wordt gemist. Maar bij de tweede paal is het dan toch nog de 2-0 van Harry Zwarthoed. Hij beslist deze wedstrijd in de slotfase. En Van der Plas, die daar de bal dan met een mazzeltje meekrijgt. De bal wordt nog gekeerd in eerste instantie. Maar Zwarthoed ziet het lege doel voor zich en weet daar wel raad mee. Quick Boys wint deze wedstrijd met 2-0 en houden dus de beste papieren in deze tweede periode. We krijgen in deze periode nog twee wedstrijden, SAO en Rijnvogels. Ja, die moeten we goed over de streep trekken. En dan ben je in ieder geval verzekerd van het toetje. En dat is een doelstelling van ons.